Welkom in het Rietveld Schreuderhuis, het wereldberoemde werelderfgoedhuis. Een huis ontworpen door Gerrit Rietveld, dat weten de meeste mensen. Maar wat minder mensen weten is dat Truus Schreuder een heel belangrijke rol in het huis heeft gespeeld. Ze was opdrachtgeefster van het huis en heeft hier meer dan 60 jaar gewoond. En wat nog minder mensen weten is dat ze jarenlang een verhouding met Gerrit Rietveld heeft gehad. Meer dan 30 jaar. En het was eigenlijk in basis een onwaarschijnlijke liefde. Gerrit Rietveld, ambachtsman uit een streng gereformeerd gezin. Truus Schreuder, mondain, rijk, katholiek, een handelaarsgezin. En ondanks dat die liefde in eerste instantie onwaarschijnlijk lijkt, hebben ze elkaar toch gevonden. In 1889 wordt Truus geboren in Deventer. En als ze een jaar of 17 is, gaat ze een paar maanden in het buitenland studeren. En je ziet dat ze daar belangstelling opdoet voor moderne architectuur. Moderne literatuur ook en moderne kunst. En ze is vooral gefascineerd door een moderne architect als Berlage. Ondanks het feit dat ze het liefst binnenhuisarchitectuur zou willen studeren, volgt ze de wens van vader en gaat ze de studie tot apothekersassistenten volgen. In 1911 trouwt Truus Schreuder met de advocaat Frits Schreuder, de zoon van een zakencontact van de vader van Truus. En bij het huwelijk belooft Frits haar twee belangrijke dingen. Ten eerste dat zij mocht werken en dat ze mocht studeren als ze dat zou willen. En ten tweede dat hij niet per se kinderen wilde. Dat was heel belangrijk voor haar. Zij zag in hem daarmee de moderne man die ze graag wilde hebben. En zij gingen aan de Biltstraat wonen. En in die bogen beneden op de begane grond vestigde Frits Schreuder zijn advocatenkantoor. Ondertussen werkt Gerrit Rietveld, die in 1888 is geboren, in de meubelwerkplaats van zijn vader. Een plek waar moderne, klassieke meubels worden gemaakt voor de rijke Utrechters die in Utrecht-Oost zijn komen wonen. De rijke mensen zoals onze Truus en Frits ook waren. En Gerrit was de tweede zoon van een gezin van 6. En meteen eigenlijk al de aangewezen jongen om in de meubelwerkplaats te komen werken. Hij was creatief en hij was handig. En na de middelbare school, op zijn 11e, gaat hij dan ook voor zijn vader werken. Terwijl hij eigenlijk liefst, als hij wel wat ouder is, moderne meubels wil maken en niet de krullen. En dan gaat de deurbel aan de Biltstraat. Het is 1911 en Gerrit Rietveld en zijn vader en een kolossaal klassiek bureau staan voor de deur. Truus doet open. Het is een cadeau van een cliënt voor het advocatenkantoor van Frits. En zij vindt het een lelijk ding. En dat zegt ze ook tegen de oude Rietveld. En zij raken in discussie. Hij laat het niet over zijn kant gaan. Zegt dat het goed gemaakt is. En zij herkent het ook. Maar ze vindt het veel te ouderwets. En dan is er die blik. Die blik tussen Truus en Gerrit. Hij kijkt haar aan. En hij vindt het leuk, interessant dat zij discussie voert met zijn vader. Het is een blik van herkenning tussen die twee. Een blik die zij tot aan haar dood zal blijven vernoemen. Kort nadat Truus en Frits zijn getrouwd, begint hun huwelijk al de eerste haarscheurtjes te vertonen. Frits komt zijn beloftes die hij bij het huwelijk had gedaan niet na. Truus gaat niet werken, ze gaat niet studeren. En een jaar na het huwelijk in 1912 wordt de eerste zoon geboren, Binnert. Een jaar later hun eerste dochter, Marjan. We zijn aangekomen op de Duinweg in Huis ter Heide. En dit is de plek waar in 1914 de vader van Truus Schreuder een zomerhuis voor Truus koopt. Een mooi, groot, kolossaal huis waar zij in de gedurende zomermaanden met haar kinderen naartoe gaat. En die vader koopt dat huis voor haar omdat er oneenigheid is tussen in het huwelijk van Truus en Frits. Maar het is niet alleen de kinderen met wie zij hier is. Gerrit Rietveld komt hier ook, dus eigenlijk is het ook een liefdeshuis, gedeeltelijk. Hij komt die meubels repareren. We weten van dat hij een hoekkastje voor in de vestibule hier heeft gemaakt. En
Zij praten veel, Gerrit en Truus, en ze gaan ook wandelen. Wat ze dan ook tegenkomen is Huis Verloop, een huis wat hier vlakbij op dat moment gebouwd werd. Een huis van de architect Robert van het Hof, die later in het leven van Rietveld nog een belangrijke rol zal gaan spelen. En ondertussen was ook Gerrit Rietveld getrouwd. Net als Truus Schreuder was hij in 1911 getrouwd met vrouw Gien Hadders, een verpleegkundige met wie hij 6 kinderen zal gaan krijgen, een gereformeerde vrouw. En hij is vertrokken uit de meubelwerkplaats van zijn vader en hij begint hier achter mij in de Adrie van der Stadelaan zijn eigen meubelwerkplaats. De beroemde plek waar hij uiteindelijk de roodblauwe lattenstoel zal gaan maken. Op een dag komt de architect Robert van het Hof langs hier in het atelier van Gerrit Rietveld. Hij is de architect van Huis Verloop en Huis ter Heide. En Van het Hof is zo onder de indruk van de lattenstoel van Gerrit dat hij hem introduceert bij de kunstbeweging De Stijl. Nu heeft Gerrit dus niet alleen Truus achter zich staan, maar ook de leden van De Stijl. Piet Mondriaan, Theo van Doesburg. Maar Gerrit Rietveld wil meer. Hij wil niet alleen meubels maken, hij wil architect worden. Frits wil Truus toch een beetje tegemoet komen en hij staat toe dat Truus een kamertje inricht naar haar eigen wensen in de Beeldstraat. En Truus weet dan wel wie ze ervoor wil gaan vragen. Gerrit Rietveld. Hij bouwt een modernistische kamer in de verder totaal klassieke, traditionele woning aan de Beeldstraat. En Truus noemt het kamertje liefdevol het kamertje met de mooie grijze. In 1923 overlijdt Frits en Truus wil dan ergens anders wonen met haar kinderen. En ze zoekt een perceel en ze vindt dit hier. Vroeger het einde van de stad waarbij ze uitkeek over de polders. Truus Schreuder wijst Gerrit Rietveld aan als architect en binnen een jaar bouwen ze samen het Rietveld Schreuderhuis. Wat ze ook doen is hier het architectenbureau vestigen, wat ze samen hebben. De eerste 10 jaar werken ze heel veel met elkaar samen hier aan de Prins Hendriklaan in het Rietveld Schreuderhuis. De liefde tussen Truus Schreuder en Gerrit Rietveld bloeit nu echt op. Gerrit Rietveld leidt een dubbel leven in deze periode. Overdag is hij bij Truus Schreuder aan het werk. 'S Avonds gaat hij naar zijn gezin. En je ziet eigenlijk dat die affaire een publiek geheim is. Mensen in de omgeving wisten ervan. Later vertelt Beb, dat is de oudste dochter van Gerrit, dat haar vader haar niet helemaal heeft verlaten, het gezin niet helemaal heeft verlaten, maar half heeft verlaten. Dit huis is de ultieme droom van Gerrit Rietveld en Truus Schreuder. Het vertegenwoordigt voor hen het moderne leven. Een journalist zal jaren later schrijven dat dit huis op deze manier nooit gebouwd had kunnen worden zonder de liefde tussen de architect en de opdrachtgever. En ik denk dat dat waar is. Dit huis hebben zij samen gebouwd. En als we dan een sprong in de tijd maken, dan heeft Gerrit Rietveld zijn atelier aan de Adrie van der Stadelaan verruild voor een atelier aan de Oude Gracht. En dan in 1957 overlijdt zijn echtgenoot vrouw Gien. Het verhaal gaat dat nog dezelfde dag van overlijden van zijn vrouw Gerrit intrekt bij het huis hier van Truus. En dan moet je je voorstellen, ze zijn dan tegen de 70. In 1911 hebben ze elkaar ontmoet. En dan pas bijna 50 jaar later kunnen ze dan eindelijk gaan samenwonen. Maar het geluk was van korte duur. In 1964, 1 dag na het vieren van zijn 76ste verjaardag, overlijdt Gerrit Rietveld hier in het Rietveld Schreuderhuis. Het viaduct tegenover het huis, hier achter mij, heeft hij nog gebouwd zien worden. Hij vond dat het het uitzicht totaal verwoestte en was van mening dat het huis afgebroken zou moeten worden. Sowieso vond hij als architect dat een huis maar 50 jaar hoefde te blijven staan. Maar Truus Schreuder heeft ervoor gezorgd dat het huis niet afgebroken werd. Ze heeft na de dood van Gerrit Rietveld nog 20 jaar geleefd. En in die jaren heeft zij zijn archief samengesteld en ervoor gezorgd dat wij nu nog steeds dit huis als museum kunnen bezoeken. Dit huis, gebouwd in 1924, dat er na 100 jaar nog steeds als vernieuwend en vooruitstrevend uitziet.